over Nederland. U staat hier met spandoek vrijheid. Zeker, moeders voor vrijheid. Moeders voor vrijheid. Moeders voor vrijheid. Zo is. Later zien geschakeld. Dit is dus het Museumplein in Amsterdam. Waar een gezellige drukte heerst van mensen die eigenlijk op zo'n manier protesteren tegen het coronabeleid van het kabinet Rutte. Jong, oud, koffie, soms met een biertje zoals hier. En het is vermoedelijk, als je over de menigte heen kijkt, dan staan er politieauto's en politieagenten die ook in de menigte zelf zijn opgegaan. Maar volgens nog is dat helemaal niet nodig. Mensen vermaken zich heel erg goed. Natuurlijk de gele parasolletjes, parapluutjes, die hier ook worden uitgebeeld. En wij lopen even naar de dansers zijn. Lekker genieten van het zonnetje. Zijn aan het wandelen, aan het fietsen. Of ze hebben een kleedje meegenomen en een tasje met wat versnaperingen. Nou, iedereen geniet van het zonnetje, van wat gezelligheid. Ze hebben wel uit voorzorg, denk ik, alle zijingangen van het Vondelpark afgesloten. Je kan alleen door de hoofdingang naar binnen. Daar stond ook een ME-busje klaar. En ik zag ook een aantal politiebusjes. Maar ja, de mensen gedragen zich keurig hier. Zitten allemaal lekker op een kleedje met een biertje of een wijntje of een frisje. Te genieten van het zonnetje. Ik sprak net een paar studenten die hadden een speaker meegenomen. Die hoopte op een feestje, dus die zitten al klaar. Maar vooralsnog houdt iedereen zich hier redelijk aan de regels.
mensen in Middelburg uit. Geen dictatuur! Van de burgemeester, Femke Halsema van GroenLinks. Je snapt eigenlijk niet waarom. Thank you.